Deze video gaat over herhaald partieel integreren. In deze video ga ik je laten zien dat er soms situaties zijn waarin je meerdere keren partieel moet integreren. En ik ga het uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het is een bijvoorbeeld, zie je hier staan, we moeten primitiveren de functie f. En f is x² sin x dx. En als je deze functie wil primitiveren dan moet je gebruik maken van de productregel voor het primitiveren. Dat herken je aan het feit dat je hier een keersom hebt van x²... En sinus x, oftewel een keersom van twee dingen met daarin een x. Dat willen we primitiveren en dan moet je dus gebruik maken van de productregel voor het primitiveren. En die productregel heb ik besproken in de vorige video en ik ga er in deze video vanuit dat je die video gezien hebt, want je hebt die kennis wel echt nodig. Ik heb die productregel hier weer even opgeschreven, die we dus in de vorige video stap voor stap hebben doorgenomen en we gaan die productregel hier dus toepassen. Bij het primitiveren van deze functie. Je zal zien dat dat niet zometeen in één keer gaat lukken. Nou goed, we gaan eerst gewoon even aan de slag. We gaan dit dus primitiveren. Dat gaan we eerst even netjes aangeven. Dus je krijgt dan het volgende. Dit wordt hoofdletter f x. En die is dan gelijk aan de integraal van x kwadraat keer sinus x dx. Nou, dit moeten we dus gaan doen. En dat gaan we dus doen met behulp van de productregel voor het primitiveren. Dus we pakken ons andere kleurtje er weer even bij. Want stap nummer 1, hadden we besproken, is geef aan wat is f en wat is g-accent. Nou, het eerste stukje noem je dus f. Het tweede stukje noem je g-accent. Dus we gaan even kijken. Het eerste stuk bij ons, dat is die x-kwadraat. Dus die x-kwadraat, die noemen we f. En het tweede stukje gaan we g-accent noemen. Dus het tweede stukje van de keersom is sinus x. Dat wordt dus g-accent. Ja, dat was stap nummer 1. Nu gaan we door naar stap nummer 2. En stap nummer 2 zegt, je moet de integraal nemen van f keer dg. Dus je krijgt dan het volgende. Dit is gelijk aan de integraal van, en dan nemen we als eerste f. Nou, f, dat was die x kwadraat. Dus we doen de integraal van x kwadraat. Keer en dan dg. dg, de d, dat was diegene die hier staat. Hè. Die d, die gaan we eerst even opschrijven. Dus keer d en dan hebben we g nodig. Nou, en g hadden we in de vorige video besproken. g staat voor de primitieve van hetgene wat hier staat. Want dit is g-accent. Als je g-accent primitiveert krijg je g. Dus wij moeten sinus x gaan primitiveren. Wat krijg je dan? Nou, de primitieve van sinus is min cosinus. Dus dit wordt dus d min cosinus x. Zo. En ook nu ga ik bij deze stap weer even aangeven wat is f en wat is g. Want dat is handig voor de volgende stappen. Hetgene wat hierna komt. Dus het eerste is f. Het tweede is g. Dus opnieuw is f hier x kwadraat. En g is die min cosinus x. Nou, dan gaan we door naar de volgende stap. En de volgende stap die zegt ons dat we moeten doen f keer g. Dus we gaan even kijken. f keer g dat is dus x kwadraat keer min cosinus x. Dus dit is gelijk aan x kwadraat keer min cosinus x. En dan gaan we door. Wat komt er dan nu? Dan komt min de integraal van g. Dus we doen dan min de integraal van. Nou, en g, dat was min cosinus x. Dus min de integraal van min cosinus x. En daarna staat er in de productregel df. df. Nou, de f, dat is die x kwadraat die daar staat. Dus we noteren nu dx kwadraat. En toen hadden we geleerd in de vorige video dat je hetgene wat hier hebt, stapje voor stapje moet gaan uitwerken. Dus je gaat dit zo ver mogelijk uitschrijven. En even kijken wat er dan gebeurt. Hier aan het begin, ja, dit kun je nog wel samenvoegen, maar heel veel mooier wordt het niet. Dus je krijgt dan is gelijk aan min x kwadraat cosinus x. En dan gaan we kijken naar het volgende stuk. Nou, die min en die integraal, dat blijft nog even, want het eerste wat we moeten doen is datgene met die d uitrekenen. Dat hadden we toen ook besproken. Dus ik krijg dan het volgende, min, de integraal van min cosinus x. Dat blijft gewoon zo. En nu gaan we dx kwadraat uitrekenen. Dus we gaan x kwadraat differentiëren. Nou, wat krijg je als je x kwadraat differentiëert? Dan krijg je 2x. Dus we doen nu keer 2x d x komt er dan achter. En nu zie je eigenlijk iets wat een soort van probleem gaat opleveren. En dat is waar deze video eigenlijk over gaat. Dat is namelijk over hetgene wat hier staat. Want in de vorige video heb je geleerd dat je hetgene wat hier staat nu zou moeten kunnen primitiveren. Gewoon met de gewone primitiveren regels zoals bijvoorbeeld cosinus x primitiveren of sinus x of iets anders wat daar staat. Maar als je goed kijkt hiernaar, dan hebben we hier opnieuw een situatie gekregen waarvoor je de productregel moet gebruiken. Je hebt hier namelijk een keersom van iets met een x, namelijk cosinus x, en nog iets met een x, namelijk 2x. En zodra je een keersom hebt van twee dingen met een x, dan moet je de productregel gaan gebruiken. Dus dit kunnen we nu niet zo in één keer uitwerken. We moeten bij deze opgave nog een keer de productregel voor het primitiveren gaan toepassen. En dan alleen voor die rechterkant. Oké, okay, we hebben dus nu dit en nu gaan we dus bij dit stukje opnieuw de productregel toepassen voor het primitiveren. Dus we gaan die regel hier aan de zijkant weer van stap 1 tot met stap 3 helemaal toepassen. Nou, laten we er even goed naar kijken. Stap nummer 1 is het aangeven in dit stukje wat is f en wat is g-accent. En f is altijd het eerste stuk van de keersom en g-accent het tweede stuk. Dus het eerste stuk van de keersom is hier min 2x. Dus dat geef ik even aan met rood. Dat wordt dus f. En het tweede stuk van onze keersom, dat is die g-accent die hier staat. Dus het tweede stuk van de keersom is cosinus x. Die noemen we dus g-accent. Dus dit wordt g-accent. Nou, dan gaan we naar de volgende stap. Dan gaan we hetgene wat hier staat dus gewoon weer opschrijven. Hè. Dat blijven we de hele tijd doen, want dit stukje is al klaar. Dus je krijgt dan, dit is gelijk aan, min x kwadraat. Cosinus x min. Nou, dan gaan we door, gaan we naar stap nummer 2. Stap nummer 2 zegt de integraal van f keer dg. Dus we doen eerst de integraal van f. Nou, min de integraal van min 2x. Want f, dat was min 2x. En nu gaan we dat vermenigvuldigen met dg. Dus we doen dat keer dg. Nou, de d gaan we eerst even opschrijven, want dat maakt het makkelijker voor onszelf. Dus keer d. En dan moeten we de g weer weten. g krijg je door cosinus x te primitiveren. De primitieve van cosinus is sinus, dus je krijgt hier de d van sinus x. En dat zet ik even tussen haakjes. En nu ga ik bij deze stappen even aangeven wat is wat, want we hebben dus als eerste f en als tweede hebben we g. Dus dat eerste stuk, dat is hier weer die min 2x. Dat is nog steeds f en dat tweede is de sinus x. Dat is g. Gaan we naar stap nummer 3 van de productregel. Stap nummer 3 zegt je begint met f keer g. Dus dat gaan we nu toepassen. Maar eerst gaan we natuurlijk hetgene wat hier staat weer even opschrijven. Dus je krijgt dan is gelijk aan, min x kwadraat cosinus x. En dan doen we dus volgens de regel f keer g. Dus f keer g dat wordt min 2x keer sinus x. Dus je krijgt hier min. Min 2x keer sinus. X, hè, let goed op, die min die hier staat, die blijft gewoon staan. Dus je krijgt min en dan min 2x keer sinus x. Nou, die min, min, dat kan natuurlijk plus worden, dus ik ga het meteen wel even wegvegen. Dan maken we er plus van. Maar vergeet het niet, dat zijn die kleine dingetjes die wel eens verkeerd gaan. Dus je krijgt hier plus 2x keer sinus x. En dan gaan we verder. We hebben dus f keer g gedaan en dan krijg je min de integraal. Dus we doen nu min. De integraal van. Ja, en wat krijgen we dan? Minder integraal van g df. Dus we gaan beginnen met de functie g. G dat is die sinus x. Dus minder integraal van sinus x. En tenslotte krijgen we achter nog df. Dus ik ga hier even een beetje ruimte maken. Dan krijgen we integraal van sinus x d. En dan f f is min 2x, dus d. En dan tussen haakjes min 2x. Dan hebben we die productregel allemaal ingevuld. En nu gaan we het dus uitwerken. We gaan zijn nu bij die laatste stap. In die laatste stap zeggen werk alles wat je hebt zo ver mogelijk uit. Nou laten we even kijken. Die blijft en die blijft ook, want die twee zijn wel zo'n beetje klaar. Daar kan je eigenlijk niks meer mee. Dus je krijgt nu dit is gelijk aan. Min x kwadraat cosinus x plus 2x. Sinus x. En dan gaan we kijken, wat kunnen we nu uitwerken bij hetgene wat hier staat. Nou, en dat hebben we eerder geleerd. Je begint altijd met die d. Er staat de d van min 2x. Oftewel, je moet de afgeleide nemen van min 2x. Nou, de afgeleide van min 2x is min 2. Dus we krijgen min de integraal van sinus x. Min keer min 2 dx. Dus die afgeleide van min 2x zet je ertussen met keer, dat wordt keer min 2 dx. En eventueel mag die min 2 natuurlijk ook hiervoor, maar goed, ik zet hem voor de duidelijkheid even zo erachter. Dan gaan we door naar de volgende stap. We kunnen nu die integraal die hier staat, die kunnen we nu gaan uitrekenen. Dus dat eerste stuk, dat blijft gewoon weer zo, dat gaan we weer even opschrijven. Dus je krijgt is min x kwadraat cosinus x plus 2x sinus x, nou dan gaan we even kijken wat moeten we nu doen. We hebben dus nu, hier staat nog een min. Dus we krijgen min en dan doen we de integraal van min 2 sinus x. Nou, dan moeten we dus sinus x gaan primitiveren. De primitieve van sinus x is min cosinus x. Maar we hadden al een min. Min min wordt plus, maar deze min die hier staat, die hebben we ook nog. Dus uiteindelijk wordt het toch wel weer min. Min en dan hebben we 2 cosinus van x. Dus min 2 cosinus x. Van x. En nu heb je geïntegreerd en vergeet niet hè, dat je de plus c er nog achter zet. Dus we gaan hier nog even neerzetten. Plus c. Nou en dan zijn we helemaal klaar. Dan hebben we alles gedaan wat we moeten doen. En nu zijn we dus pas bij het antwoord. Dit is dus onze primitieve functie. Dus wat heb je in deze video gezien? Eigenlijk is het niet heel erg ingewikkeld als je die vorige video goed begrepen hebt. Je past namelijk bij het primitiveren van deze functie eigenlijk twee keer die productregel toe. Nou die eerste keer hou je dit over wat hier staat. Dat is nog niet af, want je kan dit wat hier staat niet uitwerken. Daarvoor heb je ook de productregel weer nodig. Dus dan ga je met die rechterkant nog een keer de productregel toepassen. Dan krijg je dus dit allemaal en uiteindelijk hou je dan dit over wat hier staat. Dat kun je wel primitiveren zonder productregel. Want je hebt min 2 sinus x. Nou, dan kun je gewoon primitiveren en dan krijg je hetgene wat hier staat. En tenslotte nog die plus c. En belangrijk is dat je het echt zo stap voor stap noteert, hè, zoals ik het doe. Dus die... Datgene wat hier staat, dat eerste stuk wat al klaar is, dat blijf je gewoon de hele tijd opschrijven. je ziet vaak dat mensen een beetje slordig worden op een gegeven moment, een beetje laks, omdat het zo'n lange opgave is. Je kan hier een heel A4'tje mee vullen. Maar schrijf het gewoon stap voor stap zo op, want dan kom je eigenlijk altijd bij het goede antwoord. Oké, okay, het tweede voorbeeld. We moeten primitiveren de functie g, en g is 1 tot de macht x, sinus x. Nou, als je deze functie gaat primitiveren, dan moet je opnieuw gebruik maken van de productregel... Alleen, in dit voorbeeld ga ik je laten zien dat het niet altijd werkt als je twee keer achter elkaar de productregel gebruikt. Dus dat eerst even gaan doen. We gaan eerst even hetgene wat hier staat even netjes noteren. Dus je krijgt dan het volgende. Hoofdletter gx is gelijk aan de integraal van e tot de macht x, sinus x, dx. En nu gaan we die integraal netjes uitwerken en dat gaan we dus weer doen met behulp van de productregel, want hier staat een keersom van e tot de macht x en sinus x. We pakken de productregel er even bij. Die staat hier aan de zijkant. En stap 1 is het aangeven van f en g accent. Dus het eerste stukje, die e tot de macht x noem ik f. En die sinus noem ik g accent. Dus dit is f. En dit is g accent. Nou, stap 1 gedaan. Dan gaan we naar stap 2. Stap 2 zegt je neemt de integraal van f keer dg. Dus we krijgen dan. Dit is gelijk aan de integraal van f. Dus dat is 1 e tot de macht x. En dan hebben we keer dg. Dus je krijgt dan keer d. En voor g hebben we de primitieve nodig van sinus x. En dat is min cosinus x. Dus keer d. Tussen haakjes min cosinus x. Nou, ik ga nu nog even aangeven. Wat is f en wat is g? f is het eerste. g is het tweede. Want dat is handig voor zometeen. Dat hebben we wel vaker gezien. Dus die 1 e tot de macht x. Die noem ik f. En dit stukje noem ik g, en dan gaan we door naar de volgende stap. De volgende stap die zegt, je doet eerst f keer g. Dus je krijgt dan dit is gelijk aan e tot de macht x keer min cosinus x. En dan gaan we door naar de volgende stap, min de integraal van g. Dus we krijgen dan min de integraal van en g dat is die min cosinus x, dus min de integraal van min Cosinus x. En ten slotte nog het laatste stukje. Df. Dus df. Nou, f dat is e tot de macht x. Dus hierachter zetten we d. En dan e tot de macht x. Oké, okay, dan gaan we door, dan gaan we dit netjes uitwerken. Nou hier valt niet zo heel veel uit te werken. Je kan het gewoon even samenvoegen. Dus dan krijg je is min e tot de macht x. Cosinus x. En dan gaan we kijken naar die integraal. Bij die integraal moet je altijd eerst die d uitrekenen. En als je de d van e tot de macht x neemt, dan blijft dat gewoon e tot de macht x. Dus dat is heel erg fijn. Want de afgeleide van e tot de macht x is ook gewoon weer e tot de macht x. Dus je krijgt dan min, integraal van min, e tot de macht x, cosinus x, dx. Nou, en nu gaan we dus kijken, kunnen we hetgene wat hier staat uitwerken? En zoals je ziet, dat gaat hier niet lukken. Want opnieuw heb je hier een keersom gekregen. Van twee dingen met een x, namelijk e tot de macht x en cosinus x. Dus opnieuw gaat het niet lukken om dit in één keer uit te werken. Ze dus we moeten zo meteen nog een keer die productregel toepassen. Maar wat ik wel even ga doen, om het makkelijker te maken, ik heb hier een min en daar ook een min. Die streep ik even tegen elkaar weg. Dat scheelt weer gedoe voor zo meteen. Dat mag je trouwens altijd doen. Nee, ik doe het nu voor het eerst, maar dat kan wel vaker, om het voor jezelf iets makkelijker te maken. Dus zet ik hier gewoon even een plusje neer. Plus e tot de macht x cosinus x. En dit gaan we dus nu verder integreren met de productregel. Oké, okay, we hebben dus nu dit en nu gaan we dus weer die productregel toepassen voor het primitiveren van dit tweede stuk. Dus we beginnen weer bij stap nummer 1. Geef aan wat is f en wat is g accent. Nou, het eerste stukje noemen we weer f, het tweede stukje noemen we g accent. Dus dit is f en dit is g accent. En dan gaan we door naar de volgende regel, stap nummer 2. Daarvoor gaan we hetgene toepassen wat hier staat, maar we beginnen weer even met het opschrijven van het eerste stuk. En dat is bij het vorige voorbeeld, dat blijft gewoon de hele tijd. Dus je krijgt dan dit is gelijk aan min 1 e tot de macht x, cosinus x, plus, en dan doen we de integraal van f keer dg. Dus je krijgt dan plus de integraal van f, de integraal van 1 e tot de macht x, d, en nu willen we g weten, g is de primitieve van cosinus, en dat is sinus, dus d, sinus x. Ja, ik ga nu ook weer even aangeven wat is wat. Het eerste is f, het tweede is g. Dus je krijgt nu het eerste, die e tot de macht x, dat noem ik f. En het tweede stukje noem ik g. En dan gaan we naar stap nummer 3. Dat eerste, dat blijft hier, dat ga ik eerst wel even opschrijven. Dus dit is min e tot de macht x, cosinus x, plus, en dan doen we eerst f keer g. Dus f keer g. Dat wordt dus e tot de macht x keer sinus x, dus plus ex, sinus x. En vervolgens doen we min de integraal van g. Nou, dan gaan we even kijken. Min de integraal van sinus x krijg je dan. Dus min de integraal van sinus x. En vervolgens doen we keer d f. Nou, keer df, dat wordt dus sinus x d. En de f, de f was e tot de macht x. Dus je krijgt hier d en dan e tot de macht x erachter. En nu hebben we dus regel nummer 3 van de productregel toegepast. En de volgende stap was die d e tot de macht x uitrekenen. Dus dit hele eerste stuk, dat blijft zo staan. Dus dat gaan we eerst even opschrijven. Is min e tot de macht x cosinus x plus e tot de macht x sinus x. Min de integraal van sinus x. En dan doen we d e tot de macht x. Nou, dat is dus gewoon de afgeleide van e tot de macht x. Dat blijft gewoon hetzelfde. Dus dat blijft gewoon e tot de macht x. En die e tot de macht x die kan je hierachter zetten met keer. Maar ik zet hem even hier tussen. Want dat staat wat netter. Dus ik haal die sinus x weer even weg. En dan krijg je dus min de integraal van e tot de macht x sinus x d x. De volgende stap is. Kijken of hetgene wat hier staat uitgewerkt kan worden. Nou, en nu stuiten we op een probleem. Want het probleem is dat ik nu hier weer een keersom heb van twee dingen met daarin een x. En dit is precies de reden dat ik dit voorbeeld nog even aan je wilde laten zien. Want je merkt nu dat dat herhaald productregel gebruiken hier niet gaat werken. Want je hebt weer een keersom gekregen met e tot de macht x en sinus x. En kijk even naar het begin wat we hadden. Onze oorspronkelijke functie was ook e tot de macht x... Sinus x. Dus die functie heb ik hier nu weer teruggekregen. Dus dan denk je misschien, wat zijn we opgeschoten? Helemaal niks. Nou, toch wel, want we zijn eigenlijk heel dicht bij het antwoord. Oké, okay, nu komt het lastigste stukje van deze opgave, want we moeten nu allerlei gegevens met elkaar gaan combineren. Aan het begin van de opgave hebben we dit gezegd, hetgene wat hier staat. We willen graag uitrekenen de primitieve van de functie g, en dat is dus de integraal van deze functie, dus de integraal van e tot de macht x sinus x dx. En helemaal net aan het einde van die opgave zijn we uitgekomen op hetgene wat hier staat. Dit hele verhaal. Dus die integraal is gelijk aan min e tot de macht x cosinus x plus e tot de macht x sinus x. Oké, okay, dat is niet heel spannend. Maar wat staat er aan het einde? Daar staat min de integraal van e tot de macht x sinus x dx. En ik zei net al even aan het einde dat die weer hetzelfde is als onze beginfunctie, hè? als hetgene wat hier staat. Dus eigenlijk hebben we nu twee keer hetzelfde gekregen. We hebben namelijk dit willen uitrekenen. Toen kregen we een hele lange bewering. En in die bewering zat ook nog hetgene wat we eigenlijk wilden uitrekenen. En je ziet, ik heb daar een vergelijking van gemaakt. Ik heb gezegd, nou, hetgene wat we wilden is gelijk aan hetgene wat hier allemaal staat. En door nu een handige truc toe te passen, kunnen we deze vergelijking eigenlijk oplossen. Want wat gaan we doen? We gaan hetgene wat hier staat, dat gaan we gewoon verplaatsen naar de andere kant van het is-teken. Dus er staat min die integraal. Die hele integraal die pak ik en die verplaats ik naar links en dan wordt die positief. Maar precies diezelfde integraal staat hier ook al een keer. Dus ik heb die integraal. Er komt er nog eentje bij. Wat heb ik dan? Nou, dan heb ik twee keer de integraal van e tot de macht x sinus x dx. Dus wat we gaan doen is, we gaan deze naar de linkerkant verplaatsen, want hij is hetzelfde als die ander. Dan heb ik twee keer die integraal, dus dat kan ik als volgt noteren. Dat wordt dan 2. Keer de integraal van e tot de macht x, sinus x, dx. En die integraal is dus blijkbaar gelijk aan, nou wat ik hier allemaal overhoud, dat is dus dit hele eerste stukje wat daar staat. Dus is gelijk aan min e tot de macht x, cosinus x, plus e tot de macht x, sinus x. En nu heb ik hier aan de linkerkant staan twee keer die integraal. Maar wat wilde ik weten? Dat was dit, hè. dit was onze oorspronkelijke opdracht. Namelijk één keer die integraal. En hoe kan ik die hier nu vinden? Nou, dat is heel eenvoudig. Ik ga die twee weghalen. Die twee haal je weg door te delen. Dus wij gaan die hele rechterkant die hier staat, die gaan we door de helft doen. Dus je krijgt dan de integraal van e tot de macht x, sinus x, dx, is gelijk aan min een half e tot de macht x, cosinus x, plus een half e tot de macht x. Sinus x. Dus ik heb die hele rechterkant, allebei heb ik door 2 gedeeld. En ik heb dat gewoon gedaan door die half ervoor te zetten. Je mag ook zeggen, ik doe één hele grote deelstreep en dan een 2. Dat is allemaal goed, allemaal hetzelfde. Maar wat je wel ziet, en dat is wel belangrijk. Je ziet dus hier niet staan, die integraal van tot de macht x sinus x is dus gelijk aan dit hele stuk. En nu hebben wij dus onze primitieve gevonden. Want de primitieve was, we wilden de primitieve van deze weten. Dat hadden we als eerste geschreven als dit. En we zijn er nu op uitgekomen dat dit hetzelfde is als dit hele stuk. Dus dit is onze primitieve geworden. We moeten nog even die plus C toevoegen hè. natuurlijk. Dus dit wordt plus C. En nu zijn we dus klaar. Dit is nu dus ons antwoord. Dus dit hele stuk wat hier staat, dat is het antwoord. En nu hebben we deze vraag helemaal netjes uitgewerkt. Dus wat heb je gezien bij deze opgave? Hij was net even anders dan het eerste voorbeeld. Dus soms heeft dat herhaald partieel integreren met die productregel dus niet zoveel zin. Omdat je dus weer uitkomt op hetzelfde. En dat hadden wij hier. Wij kwamen uit op die integraal van e tot de macht x sinus x. En dat was nu juist de opdracht. Nou, als dat gebeurt, denk dan aan de tactiek die ik hier gebruik. Dus maak er een vergelijking van. Los die vergelijking op. En dat doe je dus door dat stuk wat hetzelfde is naar de andere kant te halen. Dan krijg je daar twee keer die integraal. Vervolgens ga je die twee weghalen door te delen. Dan krijg je de integraal die je graag wil en de bewering aan de rechterkant. Dus dit hele verhaal plus de c. Dat is dan het antwoord op de vraag. Dus je gaat proberen herhaald te partieel integreren. Dus met die productregel. Als dat lukt is dat mooi. Je hebt het alweer in het eerste voorbeeld en is het eigenlijk niet zo lastig. Maar soms lukt dat niet, zoals hier. En dan gebruik je dus deze techniek. Wat leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Ben je nou blij met Matte Menno? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Je kunt me ook volgen op Instagram en als je wil zien welke video precies waarover gaat, kijk dan eens op de overzichten op mijn website www.malthetmeno.nl